Er is niet één norm waar alle vrouwen aan moeten voldoen. Laten we zoveel mogelijk diversiteit hebben en het verschil tussen mannen en vrouwen daarmee eigenlijk opheffen. In de ideale samenleving zou het niet uit moeten maken of je nu man of vrouw bent of dat je transgender bent. Dat je zelf je eigen keuzes maakt en je leven inricht zoals je het zelf wil. Waarin ze niet zijn gedwongen door de sociale context waar ze uitkomen in welke keuzes ze maken. In de ideale samenleving kijken we naar wie zijn mensen, wat kunnen ze, wat zijn hun idealen. Dat zou ik nou graag voor Nederland willen. Maar helaas zijn we nog lang niet zo ver. Internationale Vrouwendag geeft ons een gezamenlijke opdracht en ook kracht. Het lijkt eigenlijk vanzelfsprekend emancipatie in Nederland. En vaak ook wel veel mannen zeggen van, nou moet dat nou? Ja, dat moet. Want de positie van vrouwen is gewoon nog niet gelijk met die van mannen. En dan zijn juist dagen als vandaag zijn daar super belangrijk in. Als je kijkt naar de beloningsverschillen van vrouwen en mannen op dezelfde functies, verdienen vrouwen minder dan hun mannelijke collega's. Dat is onacceptabel. En de wetenschap, zeker de medische wetenschap, is nog heel erg gericht op de man, waardoor vrouwen veel meer medische risico's lopen. Als vrouw moet je net iets meer je best doen om net zo serieus genomen te worden als man. Wij zetten ons heel hard in om in het onderwijs gelijke kansen te creëren. Het aanpakken van ongelijkheid, ook tussen man en vrouw, dat moet de prioriteit zijn van de overheid. En dat kan door ervoor te zorgen dat we de loonkloof aanpakken, dat we niet accepteren dat vrouwen minder verdienen dan mannen. Maar het kan bijvoorbeeld ook door ervoor te zorgen dat vaders langer vaderschapsverlof hebben. Omdat we weten dat dat een heel positief effect heeft op hoe de zorgtaken thuis worden verdeeld. We zouden het beter toegankelijk moeten maken voor vrouwen om ook echt een abortus te kunnen ondergaan. Vrouwen hebben daar recht op. Zo ben ik bezig met een initiatiefwet voor gelijke beloning voor vrouwen. Daar moeten we echt een werk van maken. Voor mij ook weer voor mijn dochter, die nu 18 is, dat ik ook voor haar strijd om te zorgen dat zij in volle vrijheid haar eigen keuzes kan maken.